Mijn naam is Machteld Huber en je luistert naar de Oersterk podcast. Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft. Goed nieuws, dit is jouw moment. Versterk je gezondheid en geluk met de lach. De rode loper ligt weer uit richting een stralende dag. Je voelt je oersterk met We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Machteld Huber. Machteld is voormalig huisarts en heeft het Instituut voor Positieve Gezondheid opgericht. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Machteld, welkom. Dank je. Ik lees op de website iph.nl, de Instituut voor Positive Health is de motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rondom positieve gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste bloeizone ter wereld. Een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld. Nou, hoe ben je tot deze missie gekomen? Het is een beetje... Ik hoor het je zeggen en ik denk, nu moeten we er toch aan toevoegen dat we de rest van de wereld ook nog zo gezond en gelukkig gaan. Uiteindelijk, als we de blauwdruk hier hebben, zeker. Ja. Ambitieus. De motivatie ligt echt al 33 jaar geleden. Zolang ben ik in stilte al bezig en IPH, Instituut Positive Health, bestaat nu 5 jaar. En dat, we zijn inderdaad echt bezig met de ambitie die daarin zit, namelijk echt een verandering in de zorg en het denken over gezondheid teweeg brengen. En niet eens dus alleen de zorg, maar echt zorg, welzijn, alles tot echt alle in de haarvaten van de maatschappij. Ja. En de oorsprong van de motivatie ligt, wat ik zeg, meer dan 30 jaar geleden. Ik ben voormalig huisarts en ik werd als huisarts zelf ziek. Niet 1 keer, maar in totaal 4 keer tussen mijn 30ste en mijn 35ste. En mijn conclusie was toen, ik was heftig ziek een aantal keren, verschillende ziektes van als je anders gaat kijken, kan je wereld winnen aan gezondheid. En ik vond het huisartsenvak fantastisch, maar ik dacht, ik heb ervaring die de collega's niet hebben en ik moet hier wat mee. Ik bedoel, ik had 5 tropenjaren gehad, of hoe moet je het noemen? Ik noem het mijn gehaktmolenjaren. Het was allemaal heel heftig, maar ik dacht, ik wil er wat mee, want het had me zoveel inzicht gebracht. Dus zo ver terug ligt dat al. Ja, want je zegt, je was huisarts. Ja. Je werd zelf geconfronteerd met ziekte. En je ontdekte dat bij gezond worden en herstellen, dat het om veel meer dingen draait dan alleen het medisch. Van eigenlijk waren de rollen omgedraaid, arts-patiënt. Je werd patiënt. Nou, ik was natuurlijk, medisch wist ik wel wat ik had, maar wat ik merkte was dat iedere ziekte ook een binnenkant had en ook een verhaal, zeg maar, innerlijk. En dat ik merkte, wat me ontzettend geleerd heeft in die tijd, is echt te luisteren naar mijn lijf. Ik merk dat wij, of ik weet inmiddels dat wij net als dieren een instinct van binnen hebben. Als een hond ziek wordt, dan gaat die, of een kat, dan gaan ze soms gras eten. Ja, me schokken natuurlijk, maar dat is een impuls die ze van binnenuit krijgen. En wat ik merkte is dat wij ook van dat soort instincten hebben die aangeven wat ons goed doet. En daar ben ik heel erg naar gaan luisteren. En dat heeft me ontzettend veel gebracht. En daar inderdaad merkte ik dat ik, allerlei leefstijlfactoren, dat die enorm veel invloed hadden. Dus hoe ik at, wat ik at, ik kon bijspreken, ik vroeg aan mijn buikgevoel, waar heb ik behoefte aan en hoe voelt het? Dus dat kon ik gewoon waarnemen. Maar ook heb ik behoefte aan, als ik moe ben, moet ik dan rusten of moet ik juist actief worden? Want het kan soms zijn dat je juist zo actief worden veel weer juist meer energie krijgt. Heb ik behoefte aan muziek? Heb ik behoefte aan kunst? Heb ik behoefte aan sociale contacten? Nou, allerlei zaken bleken heel veel invloed te hebben. En het sterkste nog van wat is voor mij belangrijk, dat noem ik nu zingeving. Nou, en daar ben ik dus mezelf echt als proefpersoon gebruikt. Dan ben ik gaan uitproberen wat werkt wel, wat verbeeld ik me. En dat was, zo zijn de jaren nog een beetje nuttig geworden. En heel overtuigend voor mezelf.
Zelfs zo dus dat ik heb besloten rond mijn 35e, ik wil hiermee door, ik wil er wat mee. Mm-hmm. En met al die zaken die je noemt, hè, waar je in dat proces mee in aanraking kwam. Het ontwikkelen van het lichaamsbewustzijn en goed voelen, ja. Hè, wat je lichaam nodig heeft. Ja. Ook een nadruk op zingeving als fundering. Ja. Wat is mijn doel? Waren dat aspecten die je daarvoor, ook als jonge huisarts, waar je zelf ook minder oog voor had? Of wat minder bewust van was? Laat ik het zo zeggen. Kijk, in je studie krijg je daar eigenlijk helemaal niks over. Destijds heb ik in mijn hele studie 4 uur over voeding gehad. Zingeving speelde al helemaal geen rol. Wat voor mij persoonlijk invloed heeft gehad, is dat ik ben wat ouder dan jij. Ik ben van de naoorlogse generatie. En in ons gezin was de oorlog best nog wel aanwezig. Mijn vader had ondergedoken gezeten. Maar een van zijn beste vrienden was een bekende verzetstrijder die zelf een aantal jaar in een concentratiekamp had gezeten. En ik merkte dat ik destijds al gefascineerd was, hoe doorstaat iemand zoiets zwaars. Dus ik ging graag met die man praten. Om van hem te horen, gewoon wat maak je nou sterk? Waar zitten je bronnen van overleven? En hij had het al heel sterk over je motivatie of je zin, echt waar je voor gaat, waar je voor door het vuur gaat, omdat het voor jou belangrijk is. En het andere was wat hij noemde de kameraadschap of de sociale verbondenheid met zijn makkers, met elkaar. Nou, die twee factoren heb ik dus al heel jong ontdekt als heel erg belangrijk. Gewoon vanuit de levende ervaring van die man en ook wat ik zo om me heen aan mensen nog hoorde. Nou, in je studie krijg je daar niks over. Mm-hmm. En dat waren wel factoren die ik ook tijdens mijn eigen ziek zijn herkende als factoren waar ik kracht uit putte, die voor mij heel belangrijk waren, die mij ook hielpen om er doorheen te komen. Want vaak was het zo dat ik 's morgens niet wist hoe ik de avond moest halen. En dan stond ik onderaan de trap en voordat ik de eerste tree al op was, zo erg was het. En ik kon dus heel erg merken hoe die factoren werkelijk, ja, bronnen van energie en doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen in jezelf aanboren. En later dacht ik, ja, maar dan moet je niet alleen in ziekte doen. Dan moet je gewoon veel vaker aandacht aan gaan besteden, ook als je gezond bent. Want dat zijn wel je bronnen van energie waar je makkelijk uit kan putten. Maar in de zorg was dat helemaal niet aan de orde. Nee. Nou, dat wilde ik veranderen. Ja, want je wil dat we een bredere kijk op gezondheid ontwikkelen. Het leidde ertoe dat in 2009 je samen met de Gezondheidsraad en SonMW een 2 dagen internationale conferentie organiseerde. Ja. En wereldwijd bogen tal van experts zich over de definitie van gezondheid. En hun inzicht leidde dus tot een nieuw concept. Gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Dus heel anders dan gezondheid als afwezigheid van ziekte. Ja. Hoe kwam je ook bij het organiseren van deze conferentie in 2009? Door een samenloop van omstandigheden. Laat ik sowieso zeggen, toen ik dus besloot na mijn ziektes om de zorg te willen veranderen, dacht ik, als ik de zorg wil veranderen, ik heb anders dan jij, heb ik gedacht, ik wil echt niet alleen de mensen wat bieden, maar ik wil werkelijk fundamenteel de boel op zijn kop zetten. En dan moet ik zorgen dat ik er wetenschap van maak. Dat was 1. Want anders wordt het al überhaupt niet serieus genomen. Dus dat was een besluit. Ik heb toen besloten om onderzoeker te worden. Ik ben dat gaan doen op een multidisciplinair onderzoeksinstituut, waar ook veel landbouwonderzoek gebeurde naar duurzame landbouw. En daarnaast ben ik nog wel een stuk waar ik kon blijven werken met mensen, maar ik ben dus onderzoeker geworden. Is dat het Louis Bolk Instituut? Ja. Daar zag ik heel veel resultaten van landbouwonderzoek met verschillende teeltmethodes. Het onderzocht de duurzaamheid. En wat ik zag is dat planten met hetzelfde genetische, zeg maar, identiteit, als je die zo teelt of zo teelt, dat je gewoon hele verschillende producten kreeg. En ik hoorde al die verhalen en ik zag als je kwaliteitsproeven deed, wat het enorme verschil was. En ik kwam tot de conclusie, het kan gewoon niet anders dan dat als je een plant langzaam laat groeien, dat hij zijn eigen normale weerstand behoudt. En bij een plant zijn dat de micronutriënten. Dus hoe langzamer die groeit, hoe meer die micronutriënten heeft. Het kan haast niet anders dan dat gezondheidseffecten heeft. Dat is een beetje een omweg, maar ik kom zo op je vraag. En ik dacht, ik wil dat gewoon onderzoeken. Of er inderdaad gezondheidseffecten samenhangen met de teeltwijze van producten. Dus dan krijg je inderdaad duurzame of circulaire landbouw, heet het nu, biologisch, weet ik veel.
Ik wilde dat onderzoeken en dat is ook een hele lange weg geweest met eerst een internationale onderzoeksvereniging opzetten, omdat het heel ingewikkeld is. Uiteindelijk is er een onderzoeksvoorstel gekomen wat het ministerie van Landbouw betaald heeft. 1,5 miljoen daarvoor met TNO en Wageningen Universiteit en Riekeld. En ik was dan projectleider. Heel groot opgezet onderzoek. Prachtig, 2,5 jaar gewerkt en daar kwamen dus hele duidelijke resultaten uit. En aparte was dat de resultaten uiteindelijk, dat ik het niet mocht brengen zoals het eruit kwam. Want je merkte dat politiek helemaal niet gewenst was. Want wij hadden aangetoond dat biologisch dus duidelijke gezondheidseffecten hadden en het immuunsysteem stimuleerde. Maar men was dat net in de lijn van nou, grote agroparken overal bouwen en wilde opgroeien, opstijgen van de wereldranglijst van voedselexporteurs. Zijn we dan van de vierde naar de tweede plaats gegaan. Het is ze gelukt. En daar kwam ik met mijn onderzoek. En dat was gewoon, zoals de politici zeiden, als dit geaccepteerd wordt, dan moeten we ons hele beleid omgooien. Dus het werd helemaal weggezet. Ik mocht het geen gezondheid noemen. En ik mocht ook niet door met dat onderzoek, wat ik vreselijk graag wilde. Nou, ik heb wel gemerkt, geleerd hoe dat soort dingen dus werken. Nou, ik was behoorlijk gefrustreerd dat ik niet verder kon, want ik was super trots met de resultaten. En het heeft ook hele goede beoordeling gekregen wetenschappelijk, maar het is niet voortgezet. En toen mocht ik zelfs de veerkracht die mijn proefdieren hadden, mocht ik geen gezondheid noemen. En toen ben ik me met het begrip gezondheid gaan bezighouden. En toen vond ik veel meer kritiek en discussies over dat wat is nou gezondheid. En kritiek ook op die definitie van de WHO. Overigens is dat niet gezondheid is afwezigheid van ziekte, maar de WHO zegt van het is een toestand van compleet welbevinden, lichamelijk, psychisch en sociaal. Nou, wie kan dat van zichzelf zeggen? Die lat ligt zo hoog. Ik ben kwam in contact, laat ik het zo zeggen, door allerlei samenloop van omstandigheden kwam ik in gesprek met de voorzitter van de Gezondheidsraad en die stuurde mij weer naar de directeur van Zonnewee. En beiden zeiden, wij herkennen dat probleem met die definitie. En omdat ik het had aangekaart, de definitie van de WHO, zeiden ze passen niet meer, die past niet meer bij deze tijd, waar we al die chronische ziektes hebben en dan, het verklaart eigenlijk iedereen tot ziek. En omdat ik het aankaart, hebben ze mij een opdracht gegeven. We willen hier in Nederland een internationale conferentie waar we daar eens even uitgebreid over gaan praten. En dat is een van de leukste dingen die ik heb gedaan, dat ik inderdaad met hen samen in een half jaar die conferentie heb georganiseerd met allemaal big shots van over de hele wereld. En daar hebben we 2 dagen geconfereerd. Alle mogelijke aspecten van die allemaal met gezondheid te maken hebben, hebben we uitgebreid bediscussieerd. En uiteindelijk is dat allemaal samengevat, eerst in een rapport en toen dus in een artikel waar we dat nieuwe concept brachten. Ability to adapt and self-manage. Dat is, jij vertelde de vertaling. Mm-hmm. En ik noem het een concept. Kijk, de conferentie was opgezet om een andere definitie te formuleren. Maar conferentie was Paul Schnabel. Voor sommigen wel bekend, een socioloog die zei, noem het geen definitie, want dan zet je er weer een hek omheen. Zeg je, mensen die het wel kunnen zijn gezond en mensen die het niet kunnen zijn niet gezond. Terwijl wat we wilden was een werkrichting. Daar moeten we heen, dat we het veerkrachtig vermogen en de eigen regie van de mensen, dat we dat kunnen versterken. En daarom noemen we het een concept. Maar het was bedoeld, in ieder geval bedoeld als definitie. Maar ik ben genoeg wetenschapper om dus consequent concept te zeggen. Maar echt als alternatief voor die WHO. Dus het was doordat ik vastliep met mijn voedingsonderzoek en niet verder mocht, ben ik maar met de definitie van gezondheid aan de gang gegaan. En dat is opeens vanaf dat moment werkelijk gaan vliegen. En toen was ik dus al 30 jaar onderzoeker bijna. Nou, zoiets 28 jaar op dat moment. Nou, en dat is, na die conferentie is dat gepubliceerd in de British Medical Journal. Heeft zelfs de voorpagina gehaald. Nou, dat was een totale klapper. En toen kreeg ik nog een vervolgopdracht van ga nou eens het draagvlak onderzoeken wat dit heeft in Nederland. En kan je het ook handen en voeten geven? Kan je het operationaliseren? Nou, en daar kwam toen uit dat het draagvlak voor deze omschrijving heel groot was. Echt breed over onder de medici, maar ook de patiënten en ook de beleidsmakers en dergelijke. Iedereen hartstikke enthousiast. Maar toen moesten we het handen en voeten geven. En daar bleken de beleidsmakers en de dokters toch te vinden dat het over het lichamelijke, dus het gangbaar medische moest gaan. Terwijl de patiënten die ik
gevraagd had, en dat waren er bijna 600, die zeiden allemaal, het gaat over het hele leven. Dus die breedheid, die ik later positieve gezondheid heb genoemd, met die 6 dimensies, dat kwam allemaal van de patiënten. Die vonden unaniem, en dus mensen die echt ervaring hadden met langere tijd ziek zijn, die zeiden, het gaat over het hele leven. Nou, dat ben ik gaan volgen. En dat moest ik een andere naam geven dan gezondheid, want gezondheid is gewoon een verwarrend begrip. Dus positieve gezondheid, zoals ik het gebruik, heeft die 6 dimensies waar de patiënten het over hebben. Ja, mooi, daar kom ik zo even op terug. Gaan we wat dieper op in. Een heel mooi antwoord waarin je eigenlijk die tijdlijn schetst, hè, vanuit de landbouw waar je niet in door kon gaan. Was het een vorm van censuur? Tenminste, het paste toen niet. Misschien in de politieke, economische belangen van de plannen die er toen zo waren. Werkt het, ja. Maar zo ben je eigenlijk, nou, noem het toeval, ik geloof niet in toeval, maar de gezondheidskant en ook in de geneeskunde. Wat ik mooi vind aan jou, dat zeg je terecht hoe je opende, dat jij dus niet tegen het systeem ben gaan vechten, maar volgens hun regels eigenlijk dus wetenschap ben gaan bedrijven. Ja. Om uiteindelijk dus samen te gaan werken en het uiteindelijk ook in de geneeskunde te krijgen. Dat wordt nu enorm breed gedragen. Ja. Als je terugkijkt, maakt dat je, ik weet niet of trots het juiste woord is, maar maakt dat je dankbaar? Nou, ik ben niet trots. Mensen zeggen, oh, maar het voelt inderdaad als dankbaar. Mm. Ja, en ook wel tevreden, want ik hou van grote ambities, want dat heb ik ook weer van die meneer van de concentratiekamp geleerd. Gewoon dromen en daarvoor gaan. Dat heb ik dus al die jaren in stilte volgehouden. Ik ben allemaal dingen gaan doen die mensen voor gek verklaarden, maar ik geloofde erin, ik vond het belangrijk en ik heb het volgehouden. En dat het dan opeens toch landt, wat ik 28 jaar niet voor mogelijk had gehouden, dat geeft voldoening natuurlijk. Mm, absoluut. Maar ik heb inderdaad heel bewust gekozen van, ik volg volledig de regels van het spel. En want ik dacht, ja, anders ben ik dissident en dan wordt het ook niet serieus genomen. En wat ik merk nu is het feit dat ik die weg heb gekozen en dat ik ook nog gepromoveerd ben op mijn oude dag. Daardoor wordt het gerespecteerd inderdaad. Mm-hmm. Dus die tactiek, zeg maar zo, heeft gewerkt. Ja, want Je noemt een aantal keer dus die belangrijke adviezen, tenminste eigenlijk levenswijsheden die ik kreeg van een vriend van je vader, die in het concentratiekamp zat. Hoe jong was je toen als meisje, als jonge vrouw? Nee, toen ik op de middelbare school begon ik inderdaad al, ik had dus echt een soort vriendschap met die man. En later toen ik dus geneeskunde studeerde, kwam ik ook om zoveel tijd, ging ik weer met hem praten en dan verhalen horen en zo. Dat fascineerde me maatloos. Maar wist je toen al, was dat toen al dat vuur in jou van ik wil arts worden, ik wil huisarts worden? Ik ben begonnen biologie te studeren. Ik moest kiezen tussen psychologie en biologie en ik vond biochemie hartstikke interessant. En ik ben na mijn eindexamen eerst een jaar in het buitenland geweest. Want mijn ouders vonden me te jong en ik vond het ook wel leuk. Ik ben geland in Londen waar ik een cursus mode ontwerpen en naaien deed. Dus ik had hele andere dingen. En in Parijs was een geweldige tijd. En toen begon ik biologie te studeren uiteindelijk om biochemie te gaan doen. En binnen een week wist ik dat ik daar niet thuis hoorde. Want ik was inmiddels heel hip geworden in hip Londen en zo. En ik zat dus allemaal lieden met vergroot glazen in hun achterzak. En ik dacht, ja, dit past niet meer. En toen had ik ook een gesprek gevoerd met een ziekenhuisbiochemicus. Mijn vader had dat geregeld en die zei, waarom ga je geen geneeskunde studeren? En dat was een soort, dat sloeg in als een bom. Ik kwam uit een dorp waar de dokters, dat was een andere kaste. En daar had ik nooit aan gedacht. Maar toen hij dat zei, dacht ik, dat is het, dat wil ik echt. Nou, en dat gebeurde een paar aparte dingen. Want je werd die tijd geplaatst en ik had dus geen plaatsingsbewijs. Ja, maar ik wilde het. Ik wilde het echt. En ik had op zaterdag besloten dat ik het echt wilde. En op zondagochtend stond ik op mijn balkon in het studentenhuis een kopje thee te drinken. En dan fietste een meisje door de straat die ik net op de studentenvereniging had leren kennen. Dus ik riep, hoor, je bent een kopje thee. Dus die kwam boven. En die zegt, ik heb een probleem, want ik studeer geneeskunde, maar ik wil stoppen. Ik ga pedagogiek doen. Toen zei ik, mag ik jouw plaatsingsbewijs dan? Nou, zei ze, zal ik even halen. En een dag later kon ik dus beginnen. Dus ik dacht, nou, mooi, geregeld. En later heb ik gemerkt, nou, dan zeg ik iets vreemds, dat als je iets werkelijk wil, dan moet je ervoor gaan en dan komen soms dingen naar je toe.
Ja, dan spant het universum samen. Want ik wou net wel vragen, zie je dat als toeval? Maar dat zie je dus duidelijk niet inmiddels niet meer. En laat ik even een uitstapje. Ik heb gewerkt met drugsverslaafden. Want ik wilde later dus kijken of die wat ik zelf ontdekt had aan hoe je gezond kan worden, of dat met zeer beschadigde mensen ook zou kunnen. En ik heb met drugsverslaafden gewerkt en wat die mensen vertelden, dat als je eenmaal, als ze weer opgebouwd waren, want ze doen redelijk aan flarden in het begin, als ze weer opgebouwd waren en echt zichzelf op orde hadden, en dan ging het altijd om wat is je droom? En op het moment dat ze daarmee aan de gang gingen, dan zeiden ze, dan gaat het leven met mij dansen. Dat vond ik zo'n mooie uitdrukking. Dan komt er als het ware naar je toe, wat je zo vreselijk graag vanuit je tenen wil, dan gaat het leven met je dansen. Nou, dat is inderdaad wat mij toen overkwam toen ik graag geneeskunde wilde studeren. En op dat moment iemand langskomt die zei, hier heb je het briefje. Dus nou, dat is me vaker overkomen, ja. Mooi. Nou, toen begon je aan de geneeskundeopleiding. Ja. Uiteindelijk werd je huisarts. Ja. En wat je zei, je werd ziek. Je bent uiteindelijk toen wetenschap gaan bedrijven om die definitie van gezondheid breder te krijgen. Je noemde aanvankelijk had ik het nog helemaal niet over die definitie, hoor. Ik wou gewoon, ja, ik wou gezondheid bevorderen. Ja. Maar ik realiseerde me achteraf, ik heb dus een hele lange weg heb ik voedingsonderzoek gedaan. En toen ik eenmaal niet verder kon en met gezondheid verder ging, had ik het gevoel, het is net alsof ik een hele grote cirkel heb gedraaid en ik zit nu weer boven mijn oorspronkelijke besluit. Maar het is wel een hele lange omweg geweest waar ik heel veel van geleerd heb. Ja, mooi. Maar uiteindelijk was ik toch weer bezig met waarom ik ooit dit ben gaan doen. Ja, nou, als je zegt voeding, dan zou ik zeggen dat je eigenlijk op zoek bent geweest naar wat is nou de voedingsbodem van gezondheid. Hè? En, ja. En je vond, of tenminste uiteindelijk met al die experts die je geraadpleegd hebt, maar ook mensen die ziek waren, kwamen jullie tot 6 dimensies. Nou, die in het web terugkomen, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Ja, je wijst op het web, maar ik zal maar even. Ja, voor de kijker, die ziet het web nu op camera, de luisteraar die weet dat het web niet voor de camera gehouden wordt. Kun je wat meer toelichten over die dimensies? Nou ja, kijk, ik had interviews gedaan, eerst bij in totaal 140 mensen en later met een vragenlijst. Bijna 600, bijna 2000 mensen die vragenlijst. Maar in die interviews vroeg ik iedere keer van, waar kijk je nou naar als je gezondheid beoordeelt? En toen ik die 140 mensen had gesproken, had ik bijna 600 woorden die over gezondheid gingen. 556 om precies te zijn. Indicatoren. Nou, en wat doe je dan? Dan ga je dat ordenen en maak je allemaal categorieën en dat hebben de patiënten aan meegeholpen en ook andere onderzoekers. En uiteindelijk hadden we eerst 9 groepen en dat hebben we toen nog weer een hele discussie teruggebracht tot 6. En dan ga je zoeken van waar in de wetenschap zijn die ordeningen al. En wat je merkt is dat er over lichamelijk heel veel geordend is, over het psychische, over het sociale. En wat wij merkten, en kwaliteit van leven ook wel, maar er waren een aantal mensen die echt het spirituele benadrukten. En we hebben besloten om het spirituele toch als aparte dimensie erin te zetten. En het spinnenweb is dat deze. Mm-hmm. En eerst noemde ik dat spiritueel. Ja, dan moet je met dokters al helemaal niet mee aankomen. Die worden acuut niet goed. Die worden allergisch, dan krijg je uitslag. Toen noemen we het spiritueel existentieel. En dat ging al beter, maar nu noemen we het zingeving. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we het ook eenvoudiger namen gegeven, want het was een beetje te ingewikkeld. Maar het zijn eigenlijk allemaal termen zoals de mensen het verteld hebben. We hebben niets verzonnen. We hebben het helemaal opgehaald uit de interviews die we genomen hebben. En uiteindelijk de bedoeling van dit spinnenweb is de ordening. Tijdens de gesprekken werd mij ook gezegd, je bent nou met gezondheid bezig, maar ga niet een gezondheidsindustrie doen. Het moet nu gaan over wat mensen echt belangrijk vinden. Betekenisvol leven. Want medisch kan er zoveel en je kan heus wel een heleboel oppeppen, maar het moet gaan over betekenisvol leven. Nou, dat herkende ik natuurlijk vanuit mijn eigen gesprekken met deze meneer van vroeger. Maar ik heb het zo vaak in mijn onderzoek gehoord dat ik een wetenschappelijke reden had om het over die boeg te gooien. En wat we uiteindelijk zijn gaan doen is dat we zeggen, dit spinnenweb, waar die termen die de mensen gezegd hebben, dus het lichamelijke, daar zit voeding, daar zit beweging, daar zit slapen bij. Bij het psychische gaat het inderdaad over hoe je je voelt, je emoties en dergelijke, of je zelfvertrouwen en dergelijke, jezelf accepteren. En bij de zingeving gaat het over idealen hebben, vertrouwen hebben in het leven, je leven accepteren.
Die termen zijn eigenlijk werken als een soort spiegel. Zo zijn we het gaan gebruiken, dat we gezegd hebben, oké, vul dit eens even in, geef jezelf een rapportcijfer. Hoe vind je dat het met jezelf gaat? En door dit te lezen merk je dat je als het ware even, eigenlijk, ze zeiden de mensen, dit zijn de hoofddimensies van het leven. En daar zit nog van alles, kan je zeggen, ja, dat mist. Maar het gaat erom dat het je aan het denken gezet wordt door dit in te vullen. En dan stellen wij de vraag, wat is voor jou nou belangrijk? Waar gaat het jou om? En dat is die essentiële vraag die ik dus mee had gegeven. Daar moet het over gaan. En als zorgverlener, dat is het echt vernieuwende, denk ik, dat we de mensen leren, ga niet zitten adviseren van, je moet dit doen, maar vraag, wat zou je willen? En wat zou je kunnen? En wat denk je zelf aan? Dus we zetten de ander, als professional zet ik de ander in de regie. En probeer ik die ander als het ware te motiveren. En omdat hij vertelt wat hij het belangrijkste vindt, is dat helemaal niet moeilijk. Vaak gaan mensen komen met allemaal ideeën en dan steun je ze van, wat moet je doen? En wat je dus merkt, en dat is de ervaring, wij noemen dat overigens het andere gesprek. Dus niet, ik ben de professional, ik weet wat jij moet doen, maar vragen wat zou je, waar denk je zelf aan? En op het moment dat mensen aan de gang gaan met wat voor hen eigenlijk het belangrijkste is, dat kan iets van zijn, ja, waar ze heel blij van worden, of het kan een probleem zijn wat ze willen oplossen, maar ze zijn gemotiveerd, dan zie je dat in het vervolg daarvan allerlei leefstijlveranderingen ook gaan optreden. Dat ze inderdaad makkelijker stoppen met roken, dat ze gewicht verliezen of wat dan ook, waar je als dokter zou zeggen, nou, dat zou hartstikke goed zijn als ze dat zou doen. Maar als je gaat duwen van je moet dit of je moet dat, dan gebeurt het niet. Maar als je aansluit bij wat ze zelf belangrijk vinden, dan merk je dat mensen dat makkelijker gaan oppakken en dat het ze minder moeite kost. Nou, dus ik ben helemaal niet tegen allerlei, ik ben erg voor een gezonde leefstijl. Maar het is maar net hoe je het aanvliegt. En dat is misschien wel de essentie daarvan. Dus als je zegt, vertel wat over die gebieden. Ja, het laat ik zo zeggen, kwaliteit van leven. Ik krijg kritiek, dat hoort toch niet bij gezondheid? Nou, patiënten vonden dat vreselijk belangrijk. Dus staat het erbij. Inderdaad, van kan je genieten van het leven? Zet je lekker in je vel? Voel je jezelf in balans? Dat soort zaken staan daar. Maar ook het meedoen van hoe is het met je sociale contacten? Heb je mensen om leuke dingen mee te doen? Kan je ergens je hart luchten als er een probleem is? Of in het dagelijks functioneren, ken je grenzen? En kan je omgaan met tijd en met je geld? Het zijn allemaal hele verschillende categorieën, maar allemaal doen ze ertoe. En wat we denken is dat we, en wat we merken, en er lopen inmiddels ook allerlei onderzoeken, dat door, en dat noem ik dus het brede kijken, al die zaken hebben uiteindelijk een invloed ook op lichamelijke gezondheid. En helpen mensen, behalve dat je nu natuurlijk, als iemand erg ziek is, dat je je medische kennis kan gebruiken. Maar door die verschillende facetten van het leven ook inderdaad mensen te helpen en te steunen dat ze die op orde krijgen, krijgen ze weerstand. En krijgen ze stabiliteit en kunnen ze tegen, ook als er moeilijke dingen zijn, kunnen ze die makkelijker opvangen. Daar gaat het ons om. Ja, als je kijkt dus in dat web met die 6 dimensies, in de praktijk zagen jullie dat zorgprofessionals vooral naar lichaamsfuncties keken, zoals klachten en conditie. Ja. En dat uiteindelijk de patiënten aan alle dimensies waarde hechten. Ja. Is dat dus een kanteling nu gaande, dat zorgprofessionals dus ook veel meer dat totale web omarmen? Ja, dat is het leuke nu. En er is überhaupt een discussie gaande dat de professional van de toekomst anders moet. Er zijn hele commissies over innovatie zorgberoepen. En daar heb ik heb in die commissies gezeten. En er wordt gesproken over de toekomstige professional van de toekomst. Is de T-shaped professional, de T-vormige professional. Dit is je vak. Dan ben je dokter of verpleegkundige of fysiotherapeut. En dit is het algemeen menselijke. En ook daar bevorder je gezondheid. Maar dat gaat over het hele leven. Dus wat je ziet is dat iedereen leert zijn vak. Maar in de toekomst moet iedereen op dit vlak, en dat is precies dat spinnenweb gebeuren, ook daar in staat zijn om daar naar te kijken, de mens als geheel te zien. En dat is, enerzijds wordt dat gezegd dat we daar naartoe moeten. Want je ziet dat er wordt ingezien dat als we niet ook weerstand gaan verhogen van de mensen en meer aan gezondheid gaan doen, dat het gewoon onbetaalbaar wordt. Mm-hmm. Maar goed, het hele systeem zit behoorlijk rigide vast. En dat is dus ook mijn ambitie om dat ook te veranderen. Maar we zien het steeds meer de kant uit gaan dat het breder kijken wordt. En dat is mijn ambitie in ieder geval, om dat flink te stimuleren. Ja. Wordt dit concept ook al in de huidige geneeskundeopleiding aangeboden? Sinds 2 weken. Gefeliciteerd. Nou, laat ik het zo zeggen. Mooi primeur. Je hebt een raamplan, mm-hmm. Artsopleiding.
En daar moeten alle faculteiten aan voldoen. Dat is echt voor de komende jaren vastgelegd. Maar het is net 2 weken geleden verschenen. En daar zit dit inderdaad ook ruimschoots in. Dat is 1. Dus daar ben ik apen trots op en heel tevreden over. En we zijn ook bezig samen met Tamara de Weijer, doe ik dat, van arts en leefstijl en studentenleefstijl, om ook de verschillende faculteiten aan te bieden om inhoud voor dat onderwijs aan te bieden. Enerzijds schrijven we boeken. Tamara heeft al een boek. Wij zijn ook aan een boek bezig. Filmpjes, e-learning te maken, docenten aan te bieden. Dat ook echt in die, dat de dokters en de professionals van de toekomst dat ook kunnen. Overigens niet alleen de dokters, maar het zit al ruimschoots in de verpleegopleiding, in de fysiotherapieopleiding komt het ook allemaal terug. Dus het begint aardig te landen. Maar dus net ook 2 weken geleden is de landelijke nota gezondheidsbeleid van VWS uitgekomen. Dus voor alle gemeentes in Nederland, over hoe zij gezondheid kunnen bevorderen. Nou, daar zit positieve gezondheid, vind je daar ruimschoots in terug. Dus die brede kijk in allerlei, vertaald in hele praktische zaken. Buurtmoestuinen, aandacht, stimuleren van contact binnen wijken en dergelijke. Nou, dat zo zijn we aan de weg gaan timmeren. Mooi. En dat lukt. Mooi, je zegt net tussen neus en lippen door van ik heb nog een andere ambitie qua veranderen van het rigide systeem, het huidige systeem. De laatste maand ook in het nieuws dat de zorgkosten zullen oplopen tot 174 miljard euro in 2040, volgens de experts. We zien nu dat 95% van het zorgbudget gaat eigenlijk dus naar het streven van afwezigheid van ziekte. En slechts eigenlijk 0,5% naar primaire preventie. Ja, ik vraag me ook af, en dat vraag ik me al jaren, maar hoe kunnen we dat omdraaien? Ik ben veel meer een nieuw systeem gaan bouwen ernaast, waar jij veel meer geïnfiltreerd bent op een succesvolle manier in het oude systeem. Ja, maar dat systeem, en de corona helpt daar zeer mee. Ja. Ofschoon, het is wel bizar dat corona ons, dat de overheid in 1 klap terugzwiept naar het controleren. Weet je, dus niet het weerstand verhogen, maar proberen alles maar uit te bannen. Dat zal ze niet lukken. Maar zoals mensen zeggen, corona krijgt in 1 klap voor elkaar wat in 10 jaar al niet in beweging te krijgen is. En er zijn allerlei webinars bezig met allemaal mensen die ideeën hebben over hoe de zorg duurzamer kan, anders kan. Ik ben voor het eerst inderdaad geïnteresseerd in financieringssystemen en hoe je dat allemaal anders zou kunnen doen en anders organiseren. Daar wil ik me ook de komende jaren echt mee bezighouden. Want dan pas heb je echt het boel helemaal omgevormd. Je ziet het nu al in de praktijk veel gebruikt worden, deze benadering. Je ziet het in de opleidingen komen, er gebeurt steeds meer onderzoek naar. En in dit soort nota's naar de gemeente zit het, maar een van mijn maatjes, huisarts Hans-Peter Jung in Limburg. Limburg, ja. Die is als een van de eerste ermee begonnen zo te werken. En die toont dus aan dat hij heeft met verzekeraar afgesproken dat hij niet meer per consult wordt betaald. Maar dat hij een vast bedrag per patiënt heeft, waardoor hij dus niet meer die prikkel heeft van ik moet veel consulten draaien. Is dat het gezonde doorbleende? Nee, dat is in Brabant. Oh, maar hij zit in Afferden. Nee, maar geografie is niet optimaal, dat blijkt maar. Nee, maar hij is wel degene die in Huisarts en Wetenschap publiceert dat hij 25% minder doorverwijst naar de specialist bijvoorbeeld. Het is wel eens een probleem dat de lokale ziekenhuis daardoor in problemen, financiële problemen komt. Maar hij toont gewoon aan wat het allemaal voor verandering brengt. Dat het dus echt zoveel kosten bespaart. Maar wel op voorwaarde dat hij meer tijd heeft voor de patiënt en dat hij verzekerd is van een inkomen. En dus niet per consult als het ware zijn inkomen zit te verdienen. Wat een enorme prikkel is, die eigenlijk perverse prikkel is. Nou, dat soort veranderingen heb je nodig. En ik vind het dus heel interessant wat de rol van de verzekeraar dan moet worden. En hoe doe je dat dan? En hoe moet je het sociale domein, moet je dat betrekken bij de verzekering? Als je in andere landen kijkt, daar heb je een studiereis naar Finland mee geweest. Daar heb je overal een departement van zorg en welzijn. Dus zitten zorg en sociale zitten bij elkaar samen. Bij ons is dat allemaal gescheiden. Terwijl als je dat gaat verbinden, kan je ontzettend veel welzijn bevorderen en ook gezondheid bevorderen. Nou, hoe zie je dat in Finland terug in de publieke ruimte of in de geneeskunde? Nee, dat is. Nou, Finland is niet vergelijkbaar met Nederland, omdat daar een enorm vertrouwen in de overheid is. Ze hebben hoge belastingen, maar ongeveer 80% van alle voorzieningen worden allemaal door de overheid
verzorgd. Mensen zijn allemaal in een soort ja, ziekenfondsachtig systeem. Alles wordt door collectief wordt dat betaald. Maar wat ik wel interessant vind is, nou, dus in die zin is het niet vergelijkbaar, want wij hebben veel meer argwaan naar de overheid en weet ik wat. Zo, dat typeert ons natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik ben echt, ik ga me echt de komende tijd daarmee bezighouden van hoe zou je het anders kunnen organiseren en kunnen we dat ook inderdaad gaan onderzoeken en uitproberen. En corona maakt dat echt mogelijk, er is veel meer ruimte. Dat we deze brede benadering tot en met in verzekeringsvormen, in samenwerkingsvormen integraler kunnen gaan uitproberen. Absoluut. En dan, ik zei net als grapje van, wij willen hele wereld willen gezond maken. En dat meen ik ook echt, want ik merk dat er ontzettend veel belangstelling uit het buitenland is. En dat proberen we af te houden, omdat we zeggen, kijk, het verhaal is leuk, dat slaat aan. Maar wij willen liefst in Nederland helemaal, zeg maar, het hele systeem samenhangend anders doen en dat als exportproduct aanbieden. Dat we echt kunnen laten zien, kijk, maar zo organiseren we het. Dat is de nieuwste ambitie. Ja, dat zou, want we hebben dus eigenlijk een revolutie nodig in het zorgsysteem, in de geneeskunde. Wat ik spar er natuurlijk ook veel over, ook in de podcast, maar ook met andere experts. Dat ik ben natuurlijk een groot voorstander van leefstijl en preventie. Aan de ene kant kan je zeggen van ja, in de geneeskunde ligt de verdienprikkel te veel op ziekte of op een farmacotherapeutisch model wat eraan vastzit. En moeten we meer terug naar de oude Chinese dorpdokter waar gezondheid, zeg maar, de verdienprikkel was. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook afvragen, is de geneeskunde wel verantwoordelijk om de schade te herstellen van onnatuurlijk leven? Want we worden eigenlijk geboren. We worden eigenlijk in het leven niet begeleid hoe we goed voor onze gezondheid kunnen zorgen bij al die dimensies. Maar als we onze gezondheid kwijtraken, vallen we in het bakje van de geneeskunde. Ja. Dus is er ook maatschappelijk niet een soort gebrek? Je noemde net het Louis Bork Instituut, die met fantastische initiatieven en publicaties. Maar dat is echt voor de mensen die uiteindelijk, nou ja, in ieder geval ervoor openstaan en het zelf proactief opzoeken. Maar er is niet echt een onafhankelijk instituut of leefstijlcentrum die men ook vindt. Het basisonderwijs, waar we eigenlijk al deze ook dimensies uit het web van positieve gezondheid eigenlijk al leren in de basis. En dat de publieke ruimte eigenlijk ook een rode loper uitrolt naar de gezonde juiste keuze, laat ik het zo noemen. Of gaan we dus naar een toekomst toe waar steeds meer ketchup en dat we ook de zorgpremie gaan koppelen aan de hoeveelheid stappen, hoeveel groente je eet op je bord, wat met een automatisch weegschaalbord afgewogen wordt. Dus een uitgebreide vraag, maar richting de toekomst, hoe kunnen we eigenlijk die 174 miljard euro halveren? Dan moet in mijn optiek haalbaar zijn als alle belanghebbende organisaties samen gaan werken. Ja. Wat is jouw visie op al die facetten? Ja, laat ik het zeggen, behalve de hele wereld is mijn ambitie iets dichterbij. Dat we inderdaad dat op school, in het schoolsysteem, dat kinderen het al heel jong leren. En we hebben dat spinnenweb samen met kinderen ook in een kinderversie gemaakt. En dat wordt al zelfs in klassen gebruikt. Huisartsen gebruiken het, kinderartsen gebruiken het. Maar in klassen wordt het ook al in projecten gebruikt. En we zijn nu geld aan het werven om rond dat bestaande spinnenweb voor kinderen ook kinderen bij kinderen zelf op te halen wat ze voor ideeën hebben, wat ze kunnen doen. Dat ook de handelingsperspectieven van kinderen krijgen, dat dat dan ook op schooltelevisie komt, dat het een deel wordt van het onderwijs. Dus daar zijn we echt flink mee bezig. Want ik ben heel deel je mening, dat moet je gewoon heel jong al leren. En ik denk dat je gaat zien, en dat is ook al gaande, dat bepaalde regio's deze manier van denken gaan oppakken. En dat dorp, of die regio waar Hans-Peter Jung werkt in Limburg, Afferden, maar dit is eigenlijk de hele regio. 5 jaar geleden zijn ze begonnen met een klein groepje en dat groepje, het groeit en het groeit en het groeit. Dus ze steeds meer gaan, de woningbouw gaat meedoen, lokale ondernemers gaan meedoen. En je ziet daar een heel sociaal netwerk op ontstaan. En mensen, je kunt het kan niet opleggen. Dus ik geloof veel meer dat mensen uit een soort inzicht, dat ze herkennen dat het fijn is om dit samen te doen. En daarom geloof ik ook in dorpsmoestuinen, waar mensen met elkaar ook leren, nou ja, wat eten is, hoe je groentes verzorgt en dergelijke, ook contacten maken. Dus met al die kleine elementen moet je de mensen wakker maken. Daar geloof ik meer in dat ze dus bewuster worden en gezonder gaan leven, dan dat het alleen maar allemaal metertjes zijn en dat als je je metertje goed staat, dat je dan korting krijgt of zo. Dat gaat ook komen. Je kan het niet tegenhouden, maar ik geloof niet dat de echte motivatie brengt.
Dus ik zie dat als het ware als twee ontwikkelingen die allebei parallel lopen. En ik geloof dat het gezonde wijken organiseren en heel veel voorbeelden vinden hoe het anders kan, waar mensen door geïnspireerd worden, daar geloof ik dat daarmee een nieuwe cultuur gaat ontstaan. En ik denk ook daar dat corona heel erg helpt. Dat zeg ik op basis van alle webinars waar ik in zit en waar ik hoor wat er voor waanzinnig veel initiatieven er op het ogenblik gaande zijn, waar mensen het gewoon al oppakken. Wijkgebonden. Ja. Nou, en dat gaan we verbinden door het veel meer zichtbaar te maken, dat elkaar ook kan vinden en van elkaar kan leren. En ik ben dus geïnteresseerd in hoe moet je de wetgeving en de organisatie veranderen op hoog niveau, om dat ook nog weer een keer mogelijk te maken. Ja, maar het is uiteindelijk dus veel krachtiger dat je de kracht van de sociale omgeving, als het ware de sociale lijmen en intrinsiek, dat mensen intrinsiek in beweging komen, in plaats van dat je het van bovenaf oplegt. Ja. Ik denk het ook. Je moet het wel van bovenaf mede vervolgens mogelijk maken. Maar ik zie van onderop een enorme impuls komen. Dat mensen echt een steeds grotere groep zeer gemotiveerd is. Ja. Nou, heel veel mensen zijn bezig met gezond leven. Of iedereen wil over het algemeen gezond en gelukkig oud worden. Laat ik het zo zeggen. Ik hoorde jou ook spreken recentelijk voor een interview voor de seniorenorganisatie KBO-PCOB. En daarin had je het over het verlengen van levensjaren enerzijds, dus de kwantiteit van leven, versus de kwaliteit van leven. En veel mensen willen in het moderne leven eigenlijk het sterven uitstellen. We hebben misschien ook wel letterlijk dan doodsangst, angst voor de dood. Jij geeft aan niet bang te zijn voor de dood, onder andere door wat jij toen aangaf in die video, door het overlijden van je vader. Ja, doe maar. Ja, kun je dat toelichten? Ja, nou zeg. Het klopt dat ik niet bang ben om dood te gaan, omdat ik inderdaad erbij was toen mijn vader stierf en ik daar dat zo'n indrukwekkende gebeurtenis vond. Wat ik bizar vind, voordat ik daarover vertel, wat ik bizar vind, is dat we tot voor kort hadden we een hele discussie over voltooid leven of klaar met levenproblematieken, dat mensen dood wilden en dat mocht dan niet. En nu zie je, dan komt dus de corona en dan mag er al helemaal, moeten we ze beschermen. Terwijl er wordt niet het gesprek met de mensen aangegaan. Er is ook een verhaal van een vrouw die bij de huisarts kwam, een oudere dame die verder heel fit was, maar die zei, waar kan ik besmet raken? Want ik heb het wel gehad, ik wil die corona graag hebben. Nou, daar moeten. Ten eerste vind ik dat het gesprek gevoerd moet worden. Wil je naar lockdown, wil je afgesloten worden? Of zeg je van, als ik het krijg, aanvaard ik het, maar ik wil wel mijn kinderen en mijn kleinkinderen kunnen zien. Geef die mensen de keuze. Nou, en we moeten het er wat mij betreft over gaan hebben van hoe is het om dood te gaan? Ben je daar bang voor? Het is een ontzettend taboe. En ik hoorde recentelijk, in dat filmpje zeg ik één, maar ik hoorde later weer een andere echte BN'er zeggen, ik ben zo bang om dood te gaan. Ik denk, daar moeten we het gewoon over hebben. Dus toen ik een uitnodiging kreeg om een filmpje in te spreken, dacht ik, ga gewoon vertellen dat ik erbij was en dat mijn vader zo mooi doodging. En nou, twee bijzondere dingen. Hij was dement. En echt al 2 jaar flink dement. Maar de laatste 24 uur was hij opeens kraakhelder. En ik was net klaar met mijn co-schappen en mijn moeder was met vakantie en ik begeleidde hem, ik zou voor hem zorgen. En hij was kraakhelder. Nou, later las ik dat noemen ze terminale helderheid. Dat schijnt dus gewoon voor te komen. En het belangrijkste was dat ik voortaan dementie zie als iemand is er, maar er komt een wolk voor de zon, waardoor je hem niet meer ziet. Maar blijkbaar kon die wolk weg en was hij er weer. Had ik echt contact met hem, was hij helder. En ten tweede, toen hij dus een dag later doodging, dat ik dacht, ik moet dit voorkomen. Maar ik kon het helemaal niet voorkomen. En dat hij echt zei van, nou, laat me rustig. En dat hij inderdaad op een gegeven moment dus rustig lag te ademen en zijn ogen opendeed en zo ontzettend begon te stralen. Nou, werk zoals ik hem in zijn leven nog niet had gezien. En op dat moment, overleed hij. Maar ik kon het niet zien, maar ik had het gevoel, hij wordt gewoon opgehaald. En daar is hij zo blij over. En dat heeft zo'n indruk op me gemaakt, dat ik hoop heel erg dat ik zo dood mag gaan. Of althans, dat ik zal, als ik het enigszins uithoud, wil ik niet
via euthanasie op mijn moment, maar ik wil wachten tot... Hij ging echt op zijn moment en hij werd opgehaald. Nou, dat is best taboe. En ik begin toch graag over dat soort dingen te vertellen, omdat ik het gewoon heb meegemaakt. En achteraf, dat moment was ik gewoon natuurlijk verbijsterd. Maar ik denk dat moet gewoon gedeeld worden. En nou, ik deel dat ook. Ik stuur dat rustig naar bekende Nederlanders die zeggen dat ze zo bang zijn. Matthijs van Nieuwkerk noem je in de video. Die heb je dat videootje toegestuurd? Nee, want hem kon ik. Hij was net. Hij is net gestopt, dus ik kon hem niet bereiken. Maar misschien heeft iemand anders het toegestuurd, inderdaad. Maar hij had iemand op bezoek die dat vertelde. En daar had ik wel een e-mailadres van, dus daar heb ik het ook naartoe gestuurd. Nou, die snapte er helemaal niks van. Die zei: ik kan dit niet verklaren, terwijl dat wel zijn vak was. Nou goed, dat doet er even niet toe wie dat was, maar nou, in ieder geval, Wat ik inspirerend vind en ook moedig is dat je, als je nu ook jouw visie op de dood toelicht, dat ik ken ook heel veel experts, waaronder artsen, die, laat ik zo zeggen, buiten de camera dingen zeggen, of tenminste ook vanuit een persoonlijke zoektocht, maar dat niet zullen zeggen op camera, hè, wat je al eerder deed dan in die video. Is dat ook een diepere missie om uiteindelijk al die onderwerpen rondom gezondheid, rondom zingeving, spiritueel. Eigenlijk is het gewoon, het gaat over het hele leven. Ja. Dat je ook, ik vind je daarin een inspirerend pionier, maar dat eigenlijk alles bespreekbaar zou moeten zijn? Nou, daar ben ik best voorzichtig. Mm-hmm. Want ik probeer voortdurend op de grens te zitten dat ik net weer een stapje verder kan. En dat ik denk, je voelt de tijdsgeest aan. Dat kan net. En ik weet best dat als ik te radicale dingen zeg, dan heb ik gelijk een mes in mijn rug en dan is het gewoon over. Ik let wel op wat ik wel en niet voor de camera zeg, inderdaad. Ja. Dus zelfs daar heb je dus dat bewustzijn en die controle dat je in ieder geval dus gewoon datgene toelaat wat ook omarmd kan worden. Ja, en wat ik in deze ook belangrijk vind, en daarom benadruk ik dat nu ook weer, dat het gewoon, het is niet iets wat ik bedenk of wat ik hoop, maar ik zie het gewoon voor mijn ogen gebeuren. Mm. En in dat filmpje vertel ik zelfs dat ik de huisarts nog heb laten komen van alsjeblieft, ik bedoel, ik wil niet, kan de verantwoording niet dragen, kan ik wat doen. Maar nou, dat is dus, het is volledig gedocumenteerd. En althans, die huisarts was er niet bij toen die ging, maar die heeft gezien dat mijn vader nog volledig helder was en 10 minuten later was hij dood. Dat vind ik heel erg belangrijk, dat het dus niet allemaal ideeën van mij zijn, maar dat het echt ervaringen zijn en dat het, in ieder geval voor mezelf, dat ik zeg, dit is echt een pure empirie. Mm-hmm. Ja, je merkt, dat is, vind ik zelf ook heel belangrijk. Dat het, dat voor anderen is dat ook makkelijker te accepteren dan als het, en dan nog een heleboel kunnen het niet accepteren. Het is doorleefd, hè? Als je het hebt over wat je benoemt in de podcast, van hoe belangrijk het is om een droom te hebben, om uiteindelijk dat innerlijk vuur te voelen en daarvoor te durven gaan, wat jij je hele leven hebt gedaan. Nu ook weer wat je benoemt ook in de geneeskunde. Wat je al eigenlijk hebt veranderd, maar ook nog de ambitie om ook, wat je noemt het financieringsmodel, en eigenlijk een vitalere zorg richting de toekomst. Ja. Als je dan droomt, hè, na de komende 10, 20 jaar, wat is jouw droom? Kijk, dat ga ik niet meer meemaken, want ik ben ook al aardig op mijn leven. Je bent 68 lentes jong, dus dat kan nog makkelijk. Volgend jaar word ik 70. Ja. Maar, kijk. Ik weet niet hoe ver ik wat ik nog ga meemaken, maar ik heb wel het gevoel dat de trend naar gezondheid op deze manier gaat doorzetten. Naast de technologie die ook gaat komen, die ook doorzet. Maar eigenlijk is mijn missie om de mensen erop te wijzen van ga voor wat voor jou belangrijk is. Inderdaad die droom. Wat die meneer uit dat concentratiekamp dus mij vertelde. En omdat ik zelf gemerkt heb, in al die jaren ben ik doorgegaan. En wat ik nu meemaak aan resultaat, dat had ik nooit kunnen dromen. Dat geeft zoveel voldoening. En daar zit zo'n bron van vitaliteit. En ik hoop dat dat heel erg door gaat dringen. Dat met name jonge mensen daar ook voor gaan. Ik zie het al gebeuren ook. Er is echt onder jongeren een andere mentaliteit. En dat ze voor waarden gaan en zo. Dus niet alleen maar voor hun inkomen, maar echt van wat voeg ik toe. En dat je de wereld ook gaat zien als een ecosysteem. Waar wij in harmonie inderdaad met de natuur, want dat kan gewoon hartstikke goed. Maar en met elkaar dit tot een hele mooie samenleving en planeet maken. Ja, daar
zal ik tot de laatste snik mee doorgaan. En de grap is ook wel, zo ben ik wel, van als, dat als ik in de kist lig, dat ik nog de deksel open doe en zeg, ik denk, wil je wel even daaraan denken? Dus het, ik, de drive zal er tot het eind toe in zitten. Ja. Met heel veel plezier. Als je het hebt over het concentratiekamp, wat je bedoelt, moet ik denken aan het boek van Viktor Frankl, van De Zin van het Bestaan. Je had het ook over, ze kunnen alles extern van je afpakken, maar niet... Ja. Laat ik het nou weer zeggen, dus de stem in je hoofd, maar ook veerkracht. Ja. Als je het hebt over het concept positieve gezondheid, met alle activiteiten, alle adviesraden, commissies waar je allemaal in zit. Hoe hou je zelf balans op jouw dag en daarmee in jouw leven? Ik laat ik eerst zeggen, ik kan met weinig slaap. Dus ik ben 's morgens al hartstikke vroeg wakker. Maar ik heb samen met mijn partner, beginnen we de dag altijd met een kort meditatief moment. En dat vind ik heel prettig, om even af te stemmen van, waar verbind ik me allemaal? Ik verbind me dan heel bewust met de wereld om me heen. Zo begin ik. Als ik enigszins kan in mijn programma, ga ik eerst wandelen. En vind ik het heerlijk om even in de ochtendsfeer buiten te zijn en even in beweging te komen. En ik doe een beetje gymnastiek. Ik eet heel gezond. Ik eet eigenlijk sowieso biologisch. Ik heb een piepklein moestuintje, een vierkante meter tuin. Dat is een lol van me. We wonen gelukkig in een huis met een mooie tuin. Dus ik kan ontzettend met veel genoegen ook voor mijn planten zorgen en dergelijke. Ik werk heel hard, maar ik lees ook heel veel. Ik kan heel snel lezen. En ik vind het ontzettend fijn om dingen te lezen die me ook weer inspireren. Dus ik merk wel dat ik ik heb altijd te veel werk, maar ik probeer toch een vorm van balans er wel in te houden. En we hebben een aantal momenten in de week dat we gewoon zoals we de dag samen beginnen. Op zondagochtend beginnen we altijd een hele lange wandeling in de natuur. We zijn ontzettend trouwe, zeg maar, familie. Familiebanden zijn uitstekend en gezellig en leuk en doen aan cultuur. Dat kan er allemaal toch wel bij. Dat is, door het jaar heb ik dat erin gepland. En daarnaast heb ik altijd veel werk. Maar ik probeer wat rustiger aan te doen. Maar ik merk wel dat ik heel erg probeer aan al die verschillende elementen toch tijd en aandacht te geven. Dat houdt me wel op de been. En in de vakanties dan probeer ik ook echt los te laten. En dan slaap ik veel meer. Dan ben ik helemaal buiten in de natuur. Ja, god, het is eigenlijk een heel logisch verhaaltje. Maar ja, het is de basis. Maar ik bedoel, het is een enorme mooie balans die je schetst. Met ook eigenlijk zingeving als smeerolie. Heb je nog wel eens chronische stress? Die ken ik zeer goed, ja. Nee, want dat is natuurlijk, ik weet niet in hoeverre je controle hebt over je aantal mails. Ik bedoel, als je met zoveel... Ja. Nou, je zegt, ik kan snel lezen, maar ik kom met een enorme input op je af. Ook omdat je nu internationaal mensen misschien of concepten ook aan je... Is dat altijd leuk? Of zeg je van, nou, soms als ik het niet meer leuk vind, dan weet ik dat ik even vakantie moet nemen. Nee, kijk... Het belangrijkste is, ik hoop erg dat dit doorgaat, dus het moet niet zo aan mij hangen. En ik heb inderdaad, ik ga lang door, maar ik ben gelukkig geen directeur meer van ons instituut. Dus met alle verplichtingen en de accountantscontroles en weet ik wat, dat hoef ik allemaal niet meer te doen. Ik ben ontzettend blij met Angelique Schuitenmaker, die dit op een uitstekende manier runt. En ik maak deel uit van het team en ik probeer voor anderen ook te steunen en te leren. Ik zeg, ik ben dienend. Ja. In maar ik al heb die... chronisch te veel te doen. Dat is ja, door te... Dat ja, 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 ja. Maar ja, daar spreekt ook een stukje ambitie in. Maar goed, als het, op een gegeven moment voel ik van... Laat ik zo zeggen, ik vertelde tijdens mijn ziektes... heb ik heel erg een sterk lichaamsbewustzijn gekregen. En ik voel behoorlijk precies als ik over de grens ga. En dan laat ik ook alles uit mijn handen vallen. En dan ga ik wat ik noem spijbelen en dan ga ik leuke dingen doen. En kan van alles zijn waar ik op dat moment zin in heb. Maar dan ben ik rigoureus dat ik zeg, ja, of ik ga slapen, ik kan heel goed powernapjes doen. Dat is een krachtig herstelmechanisme die je altijd kan aanklikken. Wat is in al die jaren, zowel nationaal als internationaal, nou het leukste wat je hebt meegemaakt? Tjeetje. ik toch waar ik net enthousiast over begon te vertellen,
dat organiseren van die conferentie 2009. Dus samenwerken, André Knotneres was de voorzitter van de Gezondheidsraad en Henk Smit de directeur van Zonnewee. En we hadden eigenlijk als trio had ik het voorrecht om met hen samen dat te mogen doen. Dus ik was ook korte tijd in dienst van Zonnewee. En dan ging dat over tafel van alle houtmethoden van de wereld die zij dan kennen. Dan kon ik die lui weer mailtjes schrijven en daar contacten mee leggen. Het was zo ontzettend inspirerend. Hartstikke leuk. Maar dat hele onderzoek met die biologische voeding daarvoor. 2,5 jaar met. We hadden kippen als proefdieren. Want het was een immunologisch kippenmodel. Mm-hmm. Voor immunologisch proefdiermodel, laat ik zo zeggen. Dus ik ben bijna klaar hoor, maar zo ben ik ook wel. Voor die kippen zijn er kippenhiltons gebouwd. We hadden 150 van die beesten. Die hadden allemaal diereigen gedrag in koppeltjes met zandbakken. En dat voer dat moest iedere keer gemaakt worden. En dat moest allemaal geblindeerd. Maar ik ging dan zelf ook in de voerfabriek in zo'n grote koperij, zo'n maalderij, stond ik dan zelf ook met van die grote zakken en het werd allemaal wel gecodeerd en ik wist niet wat was, maar gewoon tussen die kerels in de voerfabriek lekker met de zakken sjouwen, ja, daar kan ik ontzettend van genieten. dat gewoon, weet je, met je handen in de voeten in de klei, dat soort dingen. Als je het hebt over die conferentie in 2009, was een tweedaagse. Is er dan 2 dagen, omdat dat is een aanname van mij, heel erg officieel, om in Engels, of worden er ook veel grappen gemaakt, is er veel ontspanning? Hoe is de sfeer op zo'n conferentie? Ja, natuurlijk is het alles in het Engels. Mm-hmm. Maar je hebt een gezelschap van voor deelkennen die mensen elkaar. Het zijn allemaal echte ja, mensen die origineel denken, zijn er vaak hele leuke mensen. Inderdaad, echt met grappen en discussie. En ja, hoog niveau. Geweldig. Mooi. Echt, dat vond ik echt een topbelevenis. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen? Dan ga voor je droom. Mooi. En ga door. Mooi. En dan gebeurt er soms een wondertje. Althans, nou, dan gebeurt er gewoon waar je van droomt wordt werkelijkheid. Dus daar geloof ik in, ja. Hoe kunnen mensen, mochten mensen luisteren en kijken, zeggen ja, ik ben al een tijdje op zoek naar, ik weet helemaal niet precies wat ik wil of wat mijn droom, hoe zou je achter je droom kunnen komen? Ik zou sowieso je aanraden om het spinnenweb in te vullen. En dan hebben we dus iph.nl en dan /tools. Dan kom je bij de vragenlijst. En dan is de vraag van waar loop je warm voor? Dat is 1. Dat kan helpen. En voor de rest is schrijven. Als je denkt, ik denk dat ik het weet, dan moet je inderdaad een boekje, een dagboekje of schriftje nemen. En dan schrijf je eens even op. En dan de volgende dag kijk je weer en denk je, ja, nee, maar dat is het niet. Oh, dat is het. En door te schrijven maak je hoofd leeg en krijg je een proces op gang dat er iedere keer weer nieuwe gedachten komen. Daar geloof ik heel erg in, dat het hier niet blijft spinnen, maar doordat je je gedachten opschrijft en er zo naar kijkt, komen er ook makkelijker weer nieuwe gedachten in. Nou, zoiets. En ook met goede vrienden daarover praten, je laten bevragen en inspirerende mensen zoeken, dat werkt ook. Mooi, eens. Ja. Als mensen meer willen weten over jou of over het concept, kunnen ze dat dus vinden op www.iph.nl. Zo is dat. Magda, dank je wel voor je komst in de Oorsterk podcast. Dat is een genoegen. Ik heb genoten van dit kleine uurtje. En alle goeds ook aan komende 25, 30 jaar met alle mooie activiteiten die je nog gaat doen. Dan gaat de kist open, dan zeg ik, ga voor je droom. Dank je wel. Graag gedaan, dank. Ja, okay. Het is onze missie dat in 2022 1 miljoen mensen een beter leven hebben door middel van de juiste zelfzorg. Dat doen wij via ons gratis lidmaatschap, ons zelfzorgabonnement en onze Oersterk coachopleiding. Deel deze podcast, volg ons op Instagram, Facebook en abonneer op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden we samen het gezondheidsvirus. Dank en proost op een beter leven. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Meer weten? Surf naar oersterk.nu. Tot de volgende keer.